Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Remember the first time we met, you was at the mall with your friends. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever be more than friends? But railroad white breaking all the rules. She like a song played again. Hey, Philippe! Hey, mijn beste vriend Ben. Hoe is het? Goed, goed met jou? Dat wel, hè? En nog iets meer? Oh ja, ik heb nog een jointje. Oh, geef maar. Alsjeblieft. Hallo? Hallo, ken ik u wel eens van? Ben jij de beste vriend van Filip? Ah ja, Filip is een vriend van mij. Ah, je zit in mijn klas? Ja, maak me nu door. Oh, spijt. Zie je dat de volgende keer? Ja. Wat is je naam? Diana. Oh, oké. Okay. Dag. Salut. Ah, dag Philippe. Dag Diana. Vind je wel ver? Nee, ik vind het echt moeilijk als je het helpt. Oh ja, wacht. Zal je het mee helpen? Ja. Heb je nog een belpen? Ja, tuurlijk. Hier. Ja. Hier. Ah. Is dat hier? Is dat al een ah ja, dan denk ik het wel. Ja. Wat is eigenlijk niet zo goed. Ben kan straks nog. Ah ja. Ja. Oké. Ben. Ja. Voilà, we zijn klaar. He. Ja. Oké. Okay. Amai, dat was een moeilijke taak. Ja, dat is leuk. Ja, hé. Ah, oh, Ben. Hey, Philippe. Hey. Ah, Diana. Nou, Ben. Gaat het goed? Ja. Lang geleden, hè? Mm-hmm. Ja, ik zal maar even achter drinken gaan. Ja, dat is goed. Oh. Hoe werkt het nog? Ja, goed. Moet ik er afspreken? Ja. Misschien van morgen of zo? Ja, anders komen we morgen een keer langs in mijn thuis. Ah, oh, is goed idee. Alsjeblieft. Dank je wel. Zullen we anders naar mijn kamer gaan? Oh ja, dat is goed. Kom. Oh. Dokter gaan. Ja? Dokter, ik voel me echt niet goed en ik voel me zo halsdraaierig en ga ik overal zeer. Oei, ik zal eens kijken. Leg je maar neer op de bank. Ja, ik ben ook echt zo normaal ben en ik heb echt overal zeer. Oei. Dus je voetje draaierig? Ja, ook. We zullen dan eens iets kijken. Ja. Ik zal eerst op de bijen een bloed nemen, hè? Ja, oké. Okay. Ja, ik zal eens iets pakken, hè? Niet verschieten dat het leeft, hè? Voilà, ik heb nu je bloed. En over 3 weken zal je... Zal ik het resultaat hebben, dan mag het dan opnieuw komen. Ja, oké. Okay. Neem nu maar veel aspirines en zo. Ja. Dat je dan meer goed komt, hè? Oké. Okay. Salut. En tot de volgende keer.
Ja. Mijn dokter, is voor een bloeduitslag. Ja. Waar heb ik het in? Ja, oké. We zullen eens kijken, Ben. Ja. Ja. Ik heb het dus. Ja. Ja, Ben. Ik heb niet zo goed nieuws. We hebben bloed onderzocht en we hebben AIDS gevonden. AIDS? Ja, AIDS. Maar dat kan niet. Jawel, we hebben zeker 2 keer getest. Dat is 100% zeker? Ja. Ik zou je moeten vragen, Ben. Heb je direct nu contact gehad met iemand? Nee, ja, ja. Ja. Heb je een condoom gebruikt? Nee. Oei. Ja. Je zal toch moeten vragen om naar een test te laten ondergaan, meisje. Ja. Ja, oké, okay, dank u wel, dokter. Ja, ik zie je elke maand in het ziekenhuis voor nog wat testen. Nu dus met een paar dagen. Goed? Ja, oké. Dag Ben. Dag Diana. Hey. Hey. En hoe gaat het? Goed. Met jou? Alles goed. Is er iets? Nee. Zeker? Ja. Ik moet iets vertellen. Ja, vertel maar. Een paar weken geleden ben ik naar de dokter geweest, omdat ik me niet zo voelde. Mm-hmm. En daar hebben ze dan bloed getrokken. En ja, sinds een paar dagen weet ik dat ik AIDS heb. Wat? AIDS? Ja, ik weet het, ik weet ook ben je opgesmet? Ik weet het niet, misschien moet je ook laten testen. Maar Diana! Hallo! Dag Ben. Dag mama, dag papa. En wat kom jij doen? Gewoon? Gewoon. Ja, ik kom van de dokter. Dokter? Ja, ik voelde me niet zo goed de laatste tijd en ik dacht, ik zal het bloed laten nemen. Hebben ze je een pilletje gegeven en is alles niet oké? Nee. Ik heb echt niets. De dokter heeft gezegd dat ik waarschijnlijk AIDS heb. Wat blieft? Ben je homo misschien? Ja. Och. Ja?
Ja, dokter, ik voel me echt niet goed. Oei, ik zal je iets onderzoeken. Kom maar. Ik zal je eens onderzoeken.